Ja, we komen natuurlijk 1-0 voor. Een goede goal van Mario. Ja, daarna ja, slaan zij twee keer toe. Zakken we wat weg. Leek af en toe wat gelaten. Alleen, ja, ik denk dat we ons goed hebben pakken in de tweede helft. En dat we daar meer energie hebben geleverd en de bovenliggende ploeg waren. Kan jij leven met dit resultaat? Ja en nee. Je pakt op het laatste een belangrijke bal. Daarentegen, ja, je speelt veel beter, vooral de tweede helft. Ja, je dwingt het helemaal af. Grote kans en ja, het is uiteindelijk jammer dat jij hem niet wint. Maar dat je hem ook niet verliest. Maar ja, ik kan er wel mee leven. Maar het is natuurlijk jammer. Ja, natuurlijk is het belangrijk. Je wil zo'n wedstrijd winnen. Je wil dat er goals worden gemaakt. Maar je noemt zelf al vrij snel dat moment, die laatste fase van de wedstrijd, waarop jij 1-1 komt. Ja, was geen goede terugspelbal van Oyo. En ja, dan moet je er staan. En ja, daarom ben je keeper. Om ja, de belangrijke momenten moet je er staan. En ja, het is heel belangrijk dat je hem in ieder geval niet verliest. Want ja, je verdient hem te winnen, maar dan moet je hem ook echt niet verliezen. En ja, vanavond hebben we het redelijk goed gedaan. Een paar slordige momenten. Het kan altijd beter. Maar nee, we hebben wel spirit getoond, vond ik. Neem eens mee naar dat moment dat je 1-1 komt. Weet jij op dat moment waar hij in wil gaan schieten of hoe hij wil gaan plaatsen? Je wacht gewoon heel lang tot hij de keuze maakt. En dan is het gewoon reactie. En hoe langer je wacht, hoe ja, zenuwachtig de speler wordt. Want ja, sommige keepers zie je ook heel vroeg naar de grond gaan. En ja, dan maak je de goal alleen maar groter. En ja, je blijft gewoon heel lang staan. Je zag hem ook eerste helft wilde je hem chip over mee, maar dan blijf ik ook lang staan. Uiteindelijk was dat buitenspel. Maar daar train ik wel graag op en ja, het pakt goed uit nu. Voel je dan ook die opluchting door het stadion gaan op dat moment? Ja, tuurlijk. Ik denk dat het heel belangrijk is dat hij er niet in gaat. En daar wil je ook het team mee helpen. En was weer een mooie Europese avond. Alleen jammer niet de 3 punten, maar we moeten gewoon weer vooruit kijken. En zondag weer een hele belangrijke wedstrijd. Je noemt net die goal van Mario, die, ja. Die 1-0, die was lekker. Ja. Het voorbereidende werk op jou was ook fijn. Ja, zeker. Maakt hij een goede actie en dan stift hij een soort van paas in tussen zijn benen naar mij. En dan schiet ik hem wel goed binnen. Ja, en dat kwam op een goed moment. Ja. En toen moesten we doorpakken. Ja, hebben we zeker ook geprobeerd. Een paar goede mogelijkheden gehad. Alleen het was niet genoeg. Kan je hier nou mee leven? Ja, we moeten natuurlijk door. Alleen het is wel zonde. Ik denk dat we zeker als je naar de tweede helft kijkt wel de wedstrijd hadden kunnen winnen. Op naar Feyenoord. Wat is je gevoel? Op naar Feyenoord. Wat mijn gevoel is. Gewoon 3 punten moeten we hier pakken thuis. Het is een lastige ploeg. Maar ik kijk er alweer zeker naar uit. En daar heb ik heel veel zin in.